De 17e Nationale Opschoondag. Waarom doen de wethouders van Altena mee? Om ook het goede voorbeeld te geven. En aan te geven dat wij het ook belangrijk vinden dat we ons mooie eiland schoonhouden. Hoe vuil is ons eiland dan? Nou, daar verbaas je nog over. Ik dacht, het valt eigenlijk wel mee, maar ik ben nu een kwartier geloof ik bezig. En dan heb je een halve zak vol met rotzooi, vooral plastic. Dus daar schrik je toch al van. En wat doet de gemeente eigenlijk aan zwerfvuil? Nou ja, zwerfvuil is best een hardnekkig probleem. Wat wij proberen is in ieder geval op de plekken waar het belangrijk is om prullenbakken te zetten. Wij proberen ook mensen attent op te maken van jongens, als je iets hebt, gooi het niet uit het raam of van je fiets. Maar gooi het in de bak of neem het even mee naar huis. En de handhaving van mensen die wel alles weggooien? Ja, handhaving is toch een lastig probleem, want meestal worden dingen weggegooid als niemand het ziet. En kijk, als wij in de gaten krijgen wie het is, dan gaan we natuurlijk achteraan. Maar meestal is de vogel gevlogen. Hoeveel vrijwilligers doen er op deze locatie mee? Nou, ik heb vanmorgen, ik denk een stuk of 15 geteld. En waarvan ik denk een stuk of 8 kinderen. En dat is natuurlijk ook wel mooi, dat ook de jeugd hierbij betrokken wordt. Gisteren in Altena zijn heel veel scholen ook op pad geweest om zwerfvuil op te halen. Ik zie het ook bij mijn zoon op school, daar hebben ze er ook aandacht voor. En daar begint het, hè, met die bewustwording. Als je het als jongere al leert om het niet op de weg te gooien, dan ben je vaak ook al een mooi voorbeeld voor de ouderen.